Het voorstel van resolutie betreffende het afkoppelen van uitzendingen via antenne, of de fameuze DVB-T, van collega Caron, Segers en collega Joska. Ik zou hiervoor eerst graag een verslaggever, één of twee stuks, hebben. Wie is hiervoor kandidaat? Dat zal iemand van de meerderheid moeten zijn. Collega Van Dalen, uzelf of een collega? Ik zou collega, Koedizer voorstellen. Nog iemand? Nee? Al dus is beslist. Dan stel ik voor dat de toelichting gegeven wordt door een van de twee aanwezige indieners. Collega Caron, aan u het woord. Dank u wel. Collega Segers kan dan aansluiten. Collega's, ik zou met enige cynisme kunnen starten en zeggen, ik ben het nu wel beu van al die mails te moeten beantwoorden van burgers in Vlaanderen die met tientallen argumenten ondertussen naar buiten zijn gekomen en klagen over de afkoppeling, ondertussen afkoppeling. De VRT heeft dat met name op de seconde stipt gedaan. Hè. Midden in een film kwam er plotseling een soort van blauw beeld met in witte letters dat het gedaan was. Allee, iets, ja, een blauw beeld zelfs, ja, een blauw beeld, blijkbaar. Maar de symbolischer kan het inderdaad niet zijn. Maar los daar van dat grapje, moet ik zeggen dat er toch ontzaglijk veel reactie op komt. En dat de reactie niet alleen is ingegeven door, kleinzerigheid of door persoonlijke situaties, maar toch door een aantal principes. En los van die principes die ik zo meteen even bovenal twee kleine dingen toevoegen die nog niet in deze bespreking zijn aan bod gekomen. Met name ten eerste, vreemd genoeg, collega's uit de eerder Vlaamsgezinde hoek van deze regering. DVB-T kijken in Vlaanderen kan nog altijd perfect en zelfs gratis voor de Franstalige zenders uit België. En dus blijkbaar is dat iets wat nu heel veel mensen irriteert, dat dat wel kan bij de RTBF en niet in Vlaanderen, en dat daar boven de RTBF ook op het Vlaams grondgebied te bekijken valt, zeker tot een ver stuk in Oost-Vlaanderen. Heb ik begrepen, hè? Heb ik toch begrepen. En het tweede signaal waar ik mij aan stoor, en dat kleine detail, is met name deze reclamefolder, die ik de dag voor de afkoppeling, maar jullie ook, mag ik nemen. Ja, maar je hebt zo'n plakkertje aan de brievenbus, denk ik, waarop staat geen reclame. Hè? Dat zat in de reclames. 2 cent. Wat nog voor 2 cent? En ik lees, de VRT stopt met het uitzenden van haar tv-zenders, 1 canvas en catnet op DVB-T. Dat betekent dat de zenders enzovoort, ik ga eventjes verder lezen. Je kan je huidige antenne blijven gebruiken en je hebt geen internet, kabel of schotel nodig. Antenne-TV is veruit de goedkoopste televisieoplossing in Vlaanderen en Brussel. Voor amper €9,95 per maand krijg je de meest bekeken 16 televisiezenders van Vlaanderen. Zo betaal je eigenlijk 2 cent per zender per dag en geen cent meer. Ik kan de commerciële reflex van dat bedrijf natuurlijk wel begrijpen. Hè? Ze hebben dat trouwens in alle bussen in Vlaanderen gestopt. En ik denk, ja, volgens mij wel, en ik denk persoonlijk dat zo'n campagne over heel Vlaanderen uitrollen meer kost dan een jaar DVB-T uitzenden door de VRT. Ik vermoed dat, hè. Dat drukken en verspreiden, wat? Nou, het is me gelijk, maar het is de symboliek dat de dag voordien in de bus valt. Het is duidelijk dat ook de VRT het op een akkoord heeft gegooid met onder meer Antenne-TV. Om dat te doen en daarboven ook nog eens, neem ik aan, extra inkomsten probeert te verwerven via de kabeldistributeurs en via de satelliettelevisie, want dat kan toch niet anders dan de achterliggende bedoelingen zijn. Ik heb gezegd, ik wil een paar principiële dingen zeggen en ik zal dat ook eerst nog een keer opnieuw herhalen. We hebben het er al vaak over gehad. Hè. Er zijn misschien 45.000 volgens Ipsos VRT gebruikers. Er zijn er naar verluid meer dan 100.000 volgens antennekijkers. Dat is een soort van belangenvereniging of actiegroep van DVB-T-kijkers. Omdat met name het onderzoek van Ipsos is gevoerd via
Een enquête bij gezinnen via vaste telefoons. Wel ja, campingbewoners, binnenscheppers, kotstudenten, truckers, die hebben geen vaste telefoon op de plek waar zij op dat moment zijn. Nou, daarom kijken zij DVB-T, omdat je net met een simpel antenneke op locatie waar je ook bent, naar televisie kan kijken. Dus eerst, dat gaat over het aantal wat ik wil bestrijden. En daarmee zeg ik ook dat die VRT hier op de klap ook zoveel kijkers kwijtraakt. Hè? Daar staat men gewoon blijkbaar niet bij stil. Twee, de beheersovereenkomst van de VRT stipuleert in de strategische doelstellingen, en ik weet, je kan er blijkbaar volgens de minister geen afdwingbaar recht van maken. Hè? Ik citeer, voor iedereen relevant. De VRT is de publieke omroep van alle Vlamingen. Als publieke omroep van alle Vlamingen bereikt de VRT met een publiek waardegedreven aanbod dan ook zoveel mogelijk, zo niet alle Vlamingen. Tweede element daaruit. Punt 2.1. De VRT bereikt met haar informatieaanbod, dat is dan gelimiteerd, alle doelgroepen, alle kinderen en jongeren, op alle relevante platformen. Het informatie- en duidingsaanbod van de VRT is toegankelijk en gratis beschikbaar voor de eindgebruiker. En oude socialistische tijden betekenden dan nog iets, gratis beschikbaar voor iedereen. Hè? Maar blijkbaar vandaag niet meer. En 5.1 in de beheersovereenkomst zegt de VRT maakt gebruik van platformen van derden en eigen platformen. Het publieke aanbod staat minstens via één open platform ter beschikking van medagebruikers. Wel, dat is dus niet meer zo. Hè? Er is geen enkel open platform dat er beschikking staat. Natuurlijk. Ik ken de argumenten ook, maar ze zeggen, ja, maar er zijn er 5. Betaal een abonnement en je kan overal kijken. Het is dus niet waar. Daarboven, hoe groot een grote supporter ik ook ben voor de VRT, ik hou niet van demagogische argumenten. En voor wie de thematiek gevolgd heeft, of misschien ook wel wat mails in de bus gekregen heeft, waarin heel veel heel veel antwoorden van de VRT-klantendienst Op mails van klagers zaten als bijlage, bij mij toch, worden er van alle soorten verhalen verteld. 1. Er wordt gezegd dat wij niet het eerste land zijn, dat Zwitserland ons eens voorgegaan. Wel, het is nog waar ook. Zwitserland heeft een DVB-T afgekoppeld, maar heeft zijn signaal via satelliet gratis. Sindsdien. Dus met een schootantenne kan je in Zwitserland de publieke netten gratis ontvangen. Ook dat kan je niet in Vlaanderen doen. En dat is dus ook een leugentje om best wel. 2. Het grote alternatief, VRT.nu, mangelt technisch en technologisch langs alle kanten. Ik ben geen technicus, geen techneut, ver van. Maar ik zou je een bloemlezing van 1 uur of 3 kunnen geven. Van klachtenbrieven van mensen die via allerlei systemen van Chromecast, Apple TV enzovoort verbindingen maken die niet behoorlijk werken. Die uitvallen. Enzovoort. En het meest vaakroepende voorbeeld kreeg ik eergisteren. Met name dat mensen met gehoorstoornissen, die DVB-T kijken, nu bij VRT nu geen teletekstondertiteling meer kregen. Zelfs dat is dus verdwenen. Die worden dus gedwongen om een abonnement te nemen bij een van de kabeltelevisieaanbieders. Argumenten genoeg, denk ik, om daar toch even bij stil te staan. Minstens over de snelle afkoppeling, meneer de voorzitter, van DVB-T. Als de alternatieven waarvan sprake optimaal zouden functioneren technisch, even vlot toegankelijk zouden zijn en hetzelfde kijkerscomfort zouden bieden, dan zouden we nog kunnen overwegen, denk ik, en na een beter onderzoek naar het bereik, hè, of dan een afkoppeling inderdaad realistisch en zinvol is. Maar dat is niet gebeurd. Hè. Het alternatief is een soort van portatief radio uit de jaren 80, maar dan op televisieformaat, die mangelt aan langs alle kanten. En dus dat meest laagdrempelige televisie-instrument, met name DVB-T, met toch een hoogwaardige beeld- en klankkwaliteit, laagdrempelig en democratisch, wordt dus dichtgedraaid. En dat is een hele jammere zaak. Ik zal niet citeren uit al die mails, ik zal die niet voorlezen. Ik vind het nog altijd betreurenswaardig dat de resolutie vorige week van de plenaire zitting naar deze commissie is geëvacueerd. Daarmee hebben de tegenstemmers, of de stemmers voor de verwijzing naar hier, ik ga het zo zeggen,
eigenlijk beslist dat ze niet op hun standpunt terugkeren. En we hebben ook trouwens nooit inhoudelijk geargumenteerd waarom niet. En daarmee minstens 45.000 tot 100.000 Vlamingen in de wind gezet wat een televisiekijken betreft. En hier wordt in de, ook in de resolutie nog, tenslotte, ik ga daarmee afronden, verwezen naar het UNESCO-verdrag. En ik weet ook wel, het UNESCO-verdrag, en met name onderstreept het belang van publieke televisie en radio, hè, voor iedereen toegankelijk. En ik weet wel dat dat in eerste instantie betrekking heeft op landen in het zuiden, waarvan de technologie nog niet zo ver ontwikkeld was als ons. Maar het blijft wel een principes van universaliteit en van het the entire population and seek to be used by the largest possible number. Als dat niet duidelijk is als principe. Maar goed, het is niet de eerste keer dat wij UNESCO-regels blijkbaar naast ons neerleggen. Collega's, ik zou graag hebben dat we deze resolutie alsnog goedkeuren. Ik weet wel, dat fluiten wij de VRT terug. Hè? Daar ben ik mij van bewust. Maar er is een goede gelegenheid. De minister heeft hier bij de bespreking van de beleidsbrief media gezegd dat er voor een aantal aspecten een addendum komt bij de beheersovereenkomst van de VRT. De VRT is autonoom, hè? De Raad van Bestuur kan hier autonoom over beslissen. Daar hoeft de politiek zelfs niet eens over te gaan. Maar de politiek heeft wel het instrument van de beheersovereenkomst. En als er dus een addendum komt, is dat een fantastische gelegenheid om daar een bepaling over op te nemen, over de VBT, en meteen te vragen aan de directie van de VRT, om wat men nu afgekoppeld heeft, nog even uit te stellen, des te meer, omdat het contract met Norkering voor DVB-T loopt tot in maart van volgend jaar. Dus zonder 1 euro meer kost, kon men minstens tot in maart van volgend jaar uitzenden en kon er nog politiek overleg komen om hier aan tegemoet te komen. Ik dank u voor de steun, collega's. Dank u wel, collega Caron. Misschien eerst de twee indieners, mevrouw Segers. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat collega Caron het zeker alles, alle punten al goed op een rijtje heeft gezet en volgens ons overtuigende argumenten zijn. Misschien kort nog aan toevoegen, ik vind het bijzonder jammer dat wij inderdaad vorige week er niet in geslaagd zijn om onze resolutie te laten behandelen, want sindsdien 1 december inderdaad is het signaal afgeschakeld en werd het scherm inderdaad blauw midden van een film. Verschillende mensen op Twitter lieten hun ogen ogen over de weinig respectvolle manier waarop dat dit gebeurd is, althans terecht blijken. In de vele vragen dat we er al over gesteld hebben, heeft minister Gat samen met ons moeten constateren eigenlijk de beslissing van de VRT vernemen, want helaas, dit was niet opgenomen in de beheersovereenkomst, wat alvast een les was ook voor mij, namelijk zorg ervoor als je dingen wil dat het er echt allemaal in moet staan. Dit had er absoluut moeten instaan. Nu, VRT zegt van, oh god, ze hebben een onderzoek laten uitvoeren, het gaat maar over 45.000 kijkers. Nu, dat klopt alleszins niet. De laatste digimeter zegt dat het er toch nog 100.000 zijn. Er zijn veel twijfels bij de methode. Inderdaad, binnenschippers, truckers, mensen op een caravan, die bereik je niet met een enquête. Dus het gaat wel over veel meer mensen. Maar het belangrijkste argument is natuurlijk dat een openbare omroep, die een echte openbare omroep is, dat die moet free-to-air te ontvangen zijn. En VRT stelt zelf voor op dat VRT nu dat alternatief is. Wel, dat is het vandaag niet. VRT nu is vandaag geen volwaardig alternatief voor een vrij toegankelijke VRT. 1, moeilijk om de hele, en niet alle mensen zijn technologisch onderlegd om dat signaal van VRT nu van op de laptop op de scherm, de televisie te krijgen. Het aanbod van VRT nu is belangen niet volwaardig. Hè. Zaken kan je niet vooruitspoelen, terugspoelen, de ondertiteling. Het is gewoon niet volwaardig, het aanbod. En ten derde, zonder een duur internetabonnement van minstens 50 euro kan je gewoon de VRT nu ook niet ontvangen. Wij menen dat we deze kijkers, die antennekijkers, de ether-antennekijkers, niet in de steek mogen laten op deze weinig respectvolle manier zonder enig overleg met de politiek.
Oké, 1 miljoen euro is niet weinig geld, maar wij geloven dat die voor die 100.000 mensen die nu in de kou worden gezet, dat we wel degelijk de moeite is om te bekijken of deze beslissing kan teruggeschroefd worden door in het addendum dat blijkbaar in de maak is met de VRT, dit alsnog in te schrijven en dan ook de nodige budgetten daarvoor kunnen gezocht worden. Dank u wel. Collega Bajar. Dank u wel, voorzitter. Collega's, we hebben het hier over een beslissing van de VRT die dateert uit mei. Het is gezegd, hè, met andere woorden, er werd door de VRT beslist te stoppen met DVB-T in december. En dit werd een half jaar voor de stopzetting aangekondigd. Ik kom daar later nog op terug. Dit is een beslissing van de VRT die ook uiteraard de VRT toekomt. En uit alle verschillende vragen die hierover al aan minister Gats gesteld werden, is dat ook telkens duidelijk benadrukt. Dit is een strategische beslissing die krachtens het mediadecreet toekomt aan de VRT. Dus nog in het mediadecreet, nog in de beheersovereenkomst, nog in één of ander Europese verplichting is er sprake van een verplichting tot uitzenden via DVB-T. Ik geef dit mee als kader. Nu, tijdens de periode van een half jaar tussen beslissing en uiteindelijke stopzetting heeft de VRT haar kijkers hierover geïnformeerd. Nu kan je natuurlijk altijd zeggen dat een informatiecampagne beter kon. Collega's, dat zal ook waarschijnlijk altijd zo zijn. En ook over het alternatief van de VRT of die de VRT voorop stelt, VRT Nu, hebben we al regelmatig en uitgebreid samen gediscussieerd. En net zoals het de autonome bevoegdheid van de VRT is om te beslissen over het al dan niet uitzenden van of via DVB-T, is het ook de taak van de VRT zelf om het alternatieve aanbod zo te voorzien dat het effectief een volwaardig alternatief is. Nu, wat essentieel is en waar de VRT effectief toegehouden is, is dat ze hun aanbod via minstens één open platform ter beschikking stellen. En dat is wel opgenomen in de beheersovereenkomst. Een open platform betekent dat het aanbod toegankelijk is voor de mediagebruiker, zonder dat aan hem of haar een directe betaling voor dat aanbod wordt gevraagd. Nu, dat is inderdaad het geval met VRT Nu. En dat er ook verbeteringen aan dat platform kunnen en moeten, dat ontkent de VRT niet, maar volgens de VRT doen ze dit via een, en het is hier al gezegd verschillende keren, continu proces, waarbij er ongeveer 2 wekelijkse verbeteringen worden aangebracht. Nu, mijn fractie kan dit voorstel niet steunen en ik wil dit ook verder toelichten. Er wordt bij de overwegingen opgenomen dat de afschakeling van etertelevisie een schending is van de openbare omroepopdracht. Nu, collega's, ik kan bijna niet anders dan erop wijzen dat het vaststellen van zo'n schending aan de VRM toekomt. En tenzij u meer weet, heeft de VRM geen uitspraak gedaan in die richting. Dus ik denk dat u zichzelf met dit voorstel van resolutie niet alleen in de plaats van de VRT stelt, maar gezien het gaat om de autonome bevoegdheid van de VRT, maar ook van de VRM. Dus van zowel de VRT als de VRM, en volgens mij kan dat wel al tellen. Tot hier, dank u. Collega Van Dalen. Dank u, voorzitter. Aansluitend op collega Bajar. Ook wij hebben natuurlijk wel, collega Caron, de bezorgde mails ontvangen. Het zijn denk ik ook dezelfde mails die bij ons toekomen. Hè. En die... Ja, maar hoe dan ook, die bezorgdheid die we op die manier te horen krijgen, ik denk dat die in zeer veel gevallen ook terecht is. Hè. En wat ook wel een terechte opmerking is, is dat de VRT, het is ook al eerder gezegd, dat de VRT hier op een andere en een betere manier had kunnen mee omgaan. Zeker wat de communicatie betreft, zijn hier toch wel fouten gebeurd. Maar wat collega Bajar al deed, wil ik ook nog eens kort doen. Ja, waar gaat het over? We hebben hier ooit in de commissie kennis kunnen nemen van een onderzoek van de VRT naar de mogelijkheden om DVB-T stop te zetten. Toen werd gezegd dat een meerderheid van de mensen die met DVB-T werken ook andere kanalen hebben. En dat zij ook via andere dragers, internet, smartphone, abonnementen de inhoud tot zich konden nemen. Dat is toen
dat was toen het resultaat van het onderzoek. Daarnaast hebben we ook moeten vaststellen, het is al gezegd door collega Bajard, dat het hier eigenlijk gaat over een autonome bevoegdheid van de VRT. Je kunt zeggen dat is een vergetelheid van de regering of zelfs van dit parlement als controleur. We hadden dat misschien in de beheersovereenkomst moeten inschrijven. Dat is niet gebeurd, dus het is een autonome bevoegdheid van de VRT. Een bevoegdheid die zij dus kunnen uitoefenen. Het enige discussiepunt, collega Caron, is dan, ja, daar staat ook in dat er in elk geval minstens één open platform moet zijn. En is dat hier dan het schrappen van dat open platform of niet? Daar bestaan verschillende meningen over. Mensen zullen ook, zijn ook mensen die zullen zeggen, ja, het feit dat je online kunt kijken, online is ook een open platform. Oké, daar moet je voor betalen, moet je iets voor doen. Maar dat moet je eigenlijk ook doen voor DVB-T, want je moet al minstens een antenne kopen. Dus die discussies, daar kunnen we natuurlijk nog een eind mee doorgaan. We hebben hier een aantal keren in de commissie aangedrongen bij de VRT om die communicatie goed te doen. We stellen vast dat dat eigenlijk niet echt goed verlopen is. Het is te laat op gang gekomen en er is heel wat onduidelijkheid blijven bestaan bij de mensen. En daarnaast zijn de alternatieven die de VRT aanbiedt inderdaad onvoldoende ontwikkeld vandaag om te kunnen zeggen dat dat volwaardige alternatieven zijn. Hè. Ze zijn er wel, maar ze werken niet goed. Dat is jammer. Collega Caron, ja, die beslissing terugdraaien en u zegt, ja, hadden jullie ons maar gevolgd vorige week in plenaire? Ja, u weet even goed als ik dat dit eigenlijk al veel te laat was. Hè. Als je dat op 3 dagen voor de afkoppeling in gang wil steken, dan weet je dat dit eigenlijk ook alleen al technisch niet meer kan. Dus dat is een beetje goedkoop om het zo voor te stellen. Ik denk dat het enige wat we nu kunnen doen, terugdraaien, kan niet vandaag, kon ook al niet vorige week. En ik denk dat dat hoe dan ook al niet kon, hè, gezien de bevoegdheid bij de VRT ligt. Als de VRT dat niet wou, dan konden wij hen de arm niet omwringen. Dus het enige wat wij nu wel kunnen doen, dat is er bij de VRT denk ik op aandringen. Dat er zo snel mogelijk echt een echt valabel alternatief is. Hè, dat de VRT nu ook zo snel mogelijk compatibel wordt voor smart-tv's. Dus dat men echt nu inzet om alsnog te zorgen dat er een alternatief is dat goed werkt en waar de mensen dat toch mee uit de voeten kunnen. Dank u. Collega Brouwers. Ja, dank u, voorzitter. Ik ga niet herhalen wat de verschillende collega's al gezegd hebben. We moeten misschien ook wel vanuit de meerderheid een beetje een mea culpa slaan, omdat in de beheersovereenkomst dit aspect niet nadrukkelijk aan bod is gebracht. En dat er daar dus ook niet op kan teruggevallen worden om te zeggen DVB-T moet blijven. Dus de VRT was op zich in zijn autonomie gerechtigd om die beslissing te nemen. In het begin had ik ook het gevoel dat er nog een zeker begrip was voor de uitleg die de minister heeft gegeven. Maar na verloop van tijd, want er zijn verschillende vragen over geweest, werd het draagvlak van de beslissing die de VRT nam niet bepaald groter. We kregen soms ook antwoorden die wat wijzigden tegenover de vorige keer. Het is allemaal misschien heel technisch, maar we moeten toch toegeven dat er daar zich een probleem heeft gesteld. We hebben allemaal verschillende mails van verschillende kanten gekregen. En ja, nu is het natuurlijk, zoals hier al gezegd is, we moeten er eerlijk in zijn, nu is het wat laat om hierop gaan terug te komen. Maar ja, het hele ding van VRT nu, daar moet je misschien toch ook iets over zeggen. Dat werd dan als het alternatief ook naar voren gebracht. Maar ik verneem toch dat daar ook nog altijd, om dat op uw tv te krijgen, dat dat niet in het grootste comfort kan gebeuren en dat daar nog altijd wat problemen mee zijn. Dus we moeten hier ook niet zeggen dat er geen probleem is, maar nu gaan zeggen, we gaan dit steunen, ja, dat gaat de zaken ook niet oplossen. Maar bon, ik denk dat we... Had u dat ook wat eerder misschien naar voren gebracht aan de leden van de oppositie? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Daar gewoon vorige week in plenaire op het einde zo nog even mee terugkomen. Als 2 dagen later... Ja, nee. Ja, het is jammer dat het op die manier is moeten lopen. Maar de VRT heeft dit in alle autonomie genomen, die beslissing. En
Ze konden die ook nemen. Dus ik denk niet dat we daar van tussen kunnen. VRM heeft niet opgetreden, zoals collega Bajar ook zegt. Dus ik denk dat we hier toch wel in een moeilijke positie zitten. Maar dat er nog problemen zijn met DVB-T, VRT nu, dat weten wij ook. Ja. Dus jammer, maar helaas, wij gaan dit niet. Collega Caron. Ja, dank u wel. Wie had daar verdenken, collega's, dat de VRT DVB-T zou afschakelen? Zijn we met z'n allen met de loep op zoek geweest in het ontwerp van beheersovereenkomst, of het erin stond of niet? Omgekeerd, wie had durven denken dat dat zou gebeuren? Tenzij we hier zouden horen dat er een fantastisch alternatief zou liggen, dan zouden we dat met z'n allen ook overwogen hebben. En we zouden er eventueel zelfs nog een addendum van de beheersovereenkomst over hebben gehad om die formulering en de beheersovereenkomst te wijzigen. 1. 2. Ja, het is een half jaar geleden beslist. Het is mijn zesde initiatief ter zake, politiek parlementair initiatief. Het is mijn laatste redmiddel en de aanknopingspunt is de uitspraak van de minister over het addendum. Anders had ik het niet eens kunnen doen, collega's. Ik ben niet te laat. De VRT heeft het trouwens heel slecht omkaderd. Hè? Ik kreeg de voorbije dagen, net als u vermoed ik, mails van mensen die stom verbaasd waren dat ze geen beeld meer hadden van de VRT. Hè? Ja, niet iedereen kijkt 24 uur per dag naar televisie en ziet banners dat zijn DVB-T-signaal zal stoppen. Dus die communicatie, maar dat onderstreept u, en dat waardeer ik dat u dat ook doet, die was allesbehalve oké. Allesbehalve, die was mager, te laat, en die is trouwens recht evenredig. Met de promotie die de VRT de voorbije jaren gemaakt heeft voor haar eigen DVB-T-aanbod. Dat stond daar heel van achter in een hoekje op een website, verborgen, alsof men er liever inderdaad met haar tijd zo snel mogelijk van af wil. Maar goed, het is zo. Het is inderdaad, collega Bajar, de taak van de VRT om zelf voor een volwaardig alternatief te zorgen. En dat is trouwens door de collega's ook gezegd. Ik nodig u uit, ik weet niet wie het initiatief wil nemen, van een resolutie te maken om bij de VRT aan te dringen dat dat volwaardig alternatief echt volwaardig wordt. Dus de VRT nu, technologisch, ik ben echt te weinig onderlegd om dat te schrijven. Dat meen ik ook. Dus ik wil ze graag mee steunen als iemand van jullie dat indient. Ik kijk er naar uit. Dan over dat. Collega Bajar, trouwens, ik vind dat eigenlijk hij de eerste moet zijn om dat te doen. Maar, je weet waarom ik het zeg. Dan over dat open platform en zonder directe betaling. En die schending van de openbare omroepopdracht. Collega's, mag ik u een paar brieven doorsturen straks van de VRM? Van mensen die op dat element door de VRM teruggefloten zijn? Meneer Bajar, je moet u beter informeren. Hè? Wat dat betreft. De VRM heeft gezegd, dat is een politieke beslissing, dat is een beslissing van autonome beslissingen van de VRT, die politiek afgedekt, dat staat er zelfs letterlijk in die brieven. Hè? En wij doen er geen uitspraak over. Dat hebben ze gezegd. Dus ze verklaren zichzelf onbevoegd voor de materie. Dat is wat ze doen. Overigens heb ik ook met, maar dat is, ik ga straks vertellen met wie ik daarover nog getelefoneerd heb, om het maar even te bekrachtigen. Jawel, ik heb al alle elementen die ik kon ook zelf of laten gebruiken om dat uit te zoeken. Dus het is een politieke keuze, dat is het, meneer Bajar. Het is een politieke keuze die wij moeten nemen, of de minister moet nemen, en die het instrument van beheersovereenkomst en addendum moet gebruiken om dat te doen. En het is minstens naar de geest, die openbare omroepopdracht, een schending ervan, minstens naar de geest ervan is het een schending. Daar wat het is. Ik zal u die brief, als het kan, geanonimiseerd doorsturen. Het onderzoek van Ipsos, laat ons eerlijk zijn met elkaar, daarop voortgaan kan toch ook niet. Hè? Dat onderzoek is niet ernstig gevoerd. Ik heb het al aangehaald, zal het niet herhalen. En dan twee elementjes om te eindigen. 1, een ernstige, en 2, een humoristisch. Het is natuurlijk zo dat de achtereenvolgende besparingen op de dotatie aan de VRT het management ertoe aanzet om overal in hoekjes en kantjes geld te zoeken. En ook om minoritaire doelgroepen. Want dat is het jammer van dit verhaal. Hè? Dit gaat over een minoritaire doelgroep die content is met de VRT, stel je voor. En die gaat als eerst ontgoochelen. De mensen die alleen naar VRT kijken, moeten niet meer kijken zien. Of een abonnement kopen.
Dat is onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar gaat in die hoekjes gaan zoeken achter een miljoen euro op een dotatie van 281 miljoen euro. Ik ben even de indexen aan de besparingen vergeten, dus het bedrag. Maar ik bedoel, in die orde. Het gaat over een bedrag dus uit de dotatie, of uit de omzet misschien, van 0,000, ik weet het niet, zoiets in die zin, procent. En dat betreur ik. En nog eens, mocht er een fantastisch alternatief zijn, zou bespreekbaar zijn. En tenslotte, in deze tijden, collega's, zijn wisselmeerderheden niet verboden. Collega Seger. We rekenen vooralsnog op een wisselmeerderheid. Maar inderdaad, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk heel vaak al op de, om het zo te zeggen, op de kap gezeten van de VRT. Laten betalen voor captaties, stopzetten, eenzijdige beslissing van de VRT om die DVB-T-signaal stop te zetten. Noem het, als je het allemaal op een rijtje zet, dan krijgen we nu op het einde van deze legislatuur inderdaad mooi de balans te zien van wat, waartoe de zware besparingen die de VRT in het begin van de legislatuur heeft opgelegd gekregen, waartoe die hebben geleid. En we hebben deze ochtend ook de hoorzitting gehad over de economische impact van de VRT, waarin aangetoond werd dat een investeren in een kwalitatieve, sterke openbare omroep ook niet alleen maatschappelijk impact heeft, maar ook economische impact, ten goede en ten kwade. En deze beslissing om DVB-T stop te zetten heeft een maatschappelijke impact zeer ten kwade en getuigen daarvan de vele signalen die we krijgen. Eén die de VRT misschien zelf heeft onderschat, maar die er wel degelijk is. Dus vandaar, collega's, ik betreur zeer dat jullie aangeven dat, ja, we geven wel toe dat we de beslissing van de VRT betreuren om het signaal stop te zetten. En ja, we hadden het in de beheersovereenkomst moeten opnemen, maar toch, gedane zaken nemen geen keer. We kunnen er niks aan doen. Wel, dat is een gelatenheid die ik eigenlijk niet van parlementsleden verwacht. En inderdaad, het gaat wat kosten. Het gaat wat kosten. Maar er staat daar bijvoorbeeld, ik ga er nooit op terugkomen, mijn geliefkoosd onderwerp excedent, er staan heel veel miljoenen op een wachtrekening op de Vlaamse begroting te wachten. Die staan daar en die staan en die blijven daar staan. Dat zou bijvoorbeeld een heel goede eenmalige uitgave kunnen zijn die de vele mensen die nu getroffen worden kan helpen. En die de VRT toelaat om haar opdracht echt te vervullen, namelijk op een open platform, free-to-air, beschikbaar te zijn. Wenst iemand van de meerderheid nog te repliceren? Nee. Dan stel ik voor om over de resolutie te stemmen. Wie is voor? 2. Wie is tegen? 10, als ik goed begrepen heb. En geen onthouding, want er is niemand meer die stemgerechtigd is. Dan is deze resolutie niet aangenomen. En daarmee, denk ik, zijn we aan het eind van deze zitting gekomen en wens ik iedereen een behouden thuiskomst.